We hebben al te maken met de langstudeerdersmaatregel, openbaar vervoersvoorziening. Voor studerende ouders, dus die een kind hebben, is er straks ook geen voorziening meer. En voor de meeste van jullie worden nog even tussentijds de spelregels veranderd. En we staan hier eigenlijk voor alle studenten van Nederland, omdat er binnenkort een wetsvoorstel wordt behandeld om de masterstudiefinanciering af te schaffen. En die maatregel raakt ook nog eens beta-studenten twee keer zo hard. Want we krijgen te maken met die achterlijke sociaal leenstelsel in de masterfase. Wij moeten straks 6.000 euro betalen voor een master, terwijl onze ingenieurs heel hard nodig zijn. We hebben het over energie, we hebben het over klimaat, over vervuiling, over gezondheid. Voor al die dingen heb je technische oplossingen nodig, heb je mensen die techniek gestudeerd hebben nodig. Onderwijs is iets waarin geïnvesteerd zou moeten worden en niet op bezuinigd moet worden op deze manier. Zo'n 6.000 euro extra studieschuld. Alle TU Delft studenten gaan te maken krijgen met deze afschaffing van de masterstudie. Eerst kreeg je gewoon studiefinanciering. En als je dan gewoon je aan de prestatiecriteria houdt, dan is dat gewoon een gift. En nu moet je het sowieso lenen. De studieschuld die steeds verder oploopt, ik denk dat dat een groot probleem is. Die mensen die zo meteen de arbeidsmarkt op gaan, die komen daar met een enorme studieschuld. En dat is toch wel een gevaar. Komt hier zo ook een studieschuld tegen? En daar komt dan dus de totale studieschuld van de Nederlandse studenten nu al te staan. En die wordt dus alleen maar nog heel veel hoger met deze maatregelen. Wij waren graag bereid om het ISO te helpen met wat berekeningen achter de schermen te maken. Om dit mogelijk te maken vandaag. We hebben het over bijna 6 miljard euro. Dat is nogal wat, 1% van wat we in Nederland met z'n allen verdienen. Er wordt nu soms al door banken gekeken naar wat je huidige studieschuld is. En een hoge studieschuld, ja dan... wordt je hypotheek gewoon gekort. En dat betekent dat je als verse student, net afgestudeerd, nieuw op de arbeidsmarkt, en een baan gevonden en wilt leuk een huisje vinden, dat wordt allemaal een stuk moeilijker. Dus het wordt gewoon lastiger om zo meteen normaal aan de slag te gaan. Als vakcentrale MAP, wij zijn een soort vakbond, maken we ons daar grote zorgen om. En waarom? Wij vinden het ten eerste al een verkeerd signaal om aan studenten en jongeren, steek je maar lekker in de schulden, ga lenen. Het tweede is dat wij ons ook druk maken over de toekomstige arbeidsmarkt, want we hebben hoger opgeleide hard nodig en we zijn vrezen gewoon dat veel studenten voor hun masterfase zullen gaan afhaken. Het dupeert alle studenten, vandaar ook dat het ISO deze actie voert, maar het dupeert met name ook de technische studenten, want de technische studies zijn zwaar, duren 2 jaar, dus je moet lenen voor 2 jaar. En dat is een volstrekt verkeerd signaal in een land wat meer technici zou willen hebben. En dat is gewoon niet de bedoeling. We hebben meer technici nodig in Nederland. En met een sociaal leenstelsel in een master is dat niet echt heel erg aantrekkelijk om techniek te gaan studeren. Als Nederland zo graag technici wil, zorg dan dat de beta-studenten buiten het sociaal leenstelsel blijven. Daar zou ik voor zijn.